Beste allemaal, welkom bij een nieuwe editie van Kunst en de Kijker. En dit keer is het een hele speciale editie, want we vertrekken namelijk zometeen naar het Langhuis. Jawel, en daar is weer een hele toffe expositie te zien. Het gaat over iets met striptekenaars, een nieuwe opkomst en het heet Blikopener. Het is tot 12 juni te bezichtigen. Dus kom maar mee, gaan we even kijken wat het precies allemaal is en hoe het eruit ziet van binnen. Ja, het is echt heel Hollands weer en daar hebben we natuurlijk een paraplu bij nodig. Nou, ik ben hier dus in het Langhuis en ik vind het echt werkelijk waar fantastisch. Ik word helemaal vrolijk van al deze prachtige mooie striptekeningen en comics. Dus ik ga nu op zoek naar iemand die dit ook gemaakt heeft. En ik ben ook heel erg benieuwd wat diegene gemaakt heeft. Ik ben Mara Latif. Ik ben een eerstejaarsstudent op Artes. We hebben een tentoonstelling of een expositie georganiseerd waar we heel erg onszelf hebben laten zien als de nieuwe generatie stripmakers. En we willen vooral ook divers werk laten zien, zoals printjes en wat we hebben gemaakt in onze opleiding. Oké, Marit, wat is jouw verhaal in deze prachtige mooie striptekening? Nou, het verhaal was heel erg, wij hadden als opdracht dat we een personage moesten designen. En dan kregen we elke keer een 2 weken ervoor om een pagina te maken. En dan kregen we een titel en een soort manier van werken. Dus twee voor Ecoline. En dan een titel was de aankomst. En dan moesten we kijken wat gaat het personage doen eigenlijk met deze informatie. Dus je begint steeds meer je eigen personage te kennen door deze strips te maken. Het groeit. Het groeit heel erg. Je begint steeds meer achter te komen wie dit eigenlijk is. Leuk. En dat hebben we eigenlijk heel erg gemaakt in deze strips. En ja, mijn verhaal is heel erg een beetje chaos. Het gaat vooral om dat denk ik moet leren met dat ook al wil je iets goeds doen, dat het soms anders valt bij anderen. En hoe moet je daarmee omgaan als je soms niet iets goeds hebt gedaan. Dat is denk ik wat het meeste bij mijn strips uitkomen. Maar ja, elke persoon heeft ook weer wat anders gemaakt, maar we hebben wel allemaal dezelfde titel en manier van werk gekregen en toch heeft iedereen zoveel wat anders gedaan. Dus dat hebben we eigenlijk leuk met deze strips gemaakt. Leuk! Nou Marit, volgens mij heb je boven ook nog een etage, hè? Zeker, we hebben boven nog een etage. We hebben het verduisterd boven en dat is de reden omdat we de achterste ruimte hebben allemaal roodkapjesstrips gemaakt. Dat hebben we in het eerste semester gedaan en we dachten we willen wel een beetje een spookachtige sfeer creëren. Dus het zijn spotjes die er zijn die de strips belichten en we hopen dat dat een beetje overkomt. En dan hebben we nog het andere ruimte en dan zit heel veel 3D-werk en hangend werk. En dat zijn eigenlijk heel veel printjes en werken dat wij ook hebben gemaakt dit semester. Een beetje gemixt. Spannend. De vloer gaat wel sluiten, dus ik hoop dat je snel een beetje voor je hoort. Ja. First time. Speels al opgehangen. Ja, ik dacht, we hebben een mooie ruimte om alles op te hangen qua balken, dus dan was dit de perfecte plek ervoor. Dit was ook wel de leukste ruimte om op te hangen, als ik eerlijk ben. Want het was gewoon, het is heel speels en je kan lekker overal doorheen lopen en het voelt meer ook echt hierdoor. Ja. Alsof je kan van elke kant bekijken en er is genoeg licht ook. Dus het zijn wel mijn favoriete ruimtes. Nou, hier wordt het spannend, Marit. Zeker. Hier zijn er wat stripjes voor 16 jaar en ouder. Zo kun je het bijna al zien. Nou, we hebben hier dus heel erg een roodkapjesstrip moeten maken, maar dan in onze eigen versie. Dus we hebben eigenlijk, zijn heel vrij te werk gaan. Het enige wat moest is dat het over het pakje wel ging. Maar moest eigenlijk van je perspectief van de wolf. Dus het was toch wel een beetje een draai aan het verhaal.
En nu zie je dat toch met dezelfde opdracht dat iedereen zoveel verschillende werken hebben gemaakt. Qua techniek tot verhaal zelf. Want je ziet, sommige mensen gebruiken nog steeds wel hetzelfde verhaal. Het originele verhaal van Roodkapje. En sommigen die maken er een heel ander soort van. Dus het is heel erg leuk om te zien dat iedereen weer zijn eigen stijl heeft hiervoor. En ja, toch wel iets unieks maken. Nou, ik kijk echt mijn ogen uit. Ik vind het echt een aanrader voor iedereen om dit te gaan doen. Zeker. Ik heb hier drie kunstenaars staan die verantwoordelijk zijn voor deze prachtige mooie expositie. Correct. Ja. Dat zijn wij. Dat zijn jullie. Ja, en wie zijn we ook weer? We zijn de blikopener. Ja. We zijn de eerstejaars studenten van comic design op Artes Zwolle. En wij hebben dit hele expositie georganiseerd als klas. En daarbij hebben we ook een eigen boek gemaakt. Het is eigenlijk een magazine van al het werk wat wij eerstejaars hebben gemaakt. Wat kan ik nou zeggen? Jullie werk zit er ook in? Zeker. Kun je het laten zien? Nou, Aline, mogen jullie ook? Laat maar even zien. Maar dat is fantastisch. Dus dan kunnen mensen hier ook kopen. Ja, we kunnen voor... Dit is van jou? Dit is van mij. Elke student die heeft 4 pagina's. En er zijn in totaal 11 kunstenaars. Dus dat zijn 44 pagina's. Allemaal met prachtige illustraties of comics of wat anders wat kunst is. In het begin steeds ook een klein voorwoord. En dan kan je ook... kan je ook zien wie iedereen is. En er staat natuurlijk ook overal bovenbij van... voor wie de pagina's zijn en ook waar je ze kan vinden op het internet. Ja. Heel handig. Net verkopen we dan. Dat is leuk. Een mooie prijs van 10 euro. Nou, fantastisch. Verkopen we hier op de expositie. Ja. Gaaf. En wat is jouw kunstwerk? Vertel. Een van mijn werken die hangt hier, dat is die grote. Oh, dat is die grote. Ja. En, gaaf. Dit is, zoals ik het zelf zie, is het een soort onderzoek naar strip. Weergegeven op één groot vierkant blad. En daarmee bedoel ik eigenlijk dat in strip heb je altijd een leesrichting. Dus je leest meestal van, dit is ook mijn werk trouwens, staat in een boekje. Nou, helemaal leuk. Je leest meestal van links naar rechts, van boven naar onder. En dat wordt hier helemaal losgelaten. Dus het verhaal moet je er zelf in zoeken. Er gebeurt van alles, het beweegt. Maar echt kunst? Het is echt kunst. Ja, gaaf. Correct. Mooi samengevat. Nou, lieve mensen. Dit was Kunst in de Kijker, speciale editie. Tot 12 juni kunnen jullie naar het Langhuis toe. En vanaf wanneer zijn jullie geopend elke dag? Vanaf 12 uur. Vanaf 12 uur? In het weekend om 1. En in het weekend om 1 uur kan iedereen even uitslapen. Tot 8. Nou, een aanrader dus. Yes. Nou, tot de volgende Kunst in de Kijker. Daag. Doei.